Je kan dit trouwens makkelijk uit als ik... Oh god, dit ding is echt zo slecht gemaakt. Oh, oh, over slecht gemaaktheid. Oh, oh, ik zei het je, 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 ik zei het je. Ik zit vast, hè? Ja, ik zit vast. Goed, moeten die gemaakt worden in de fabricator, toch? In tech, ja hoor, die moeten hier gemaakt worden. Gooi die elements er maar in. Okay, eerst wil ik eigenlijk deze als eerst maken. Craft. Oh, we kunnen dit maken. Exciting. Oké, kan ik ook meteen eentje van deze maken? Pool. Nee, daar heb ik niet genoeg resources voor. Ik denk crystals of polymer. Polymer, ja, polymer komen we tekort. En ook crystals. We komen crystals en polymer tekort. Oké, misschien doen we dat even later dan. Voor nu wordt het trouwens even mijn charge battery kist deze hier. Ook al zijn er heel veel niet gecharged. Het is mijn charge battery kinsy pinsy. Oké, we halen deze geweldige tech ding er weer uit. Kan ik hem ergens plaatsen? No snapping point. Waarom niet? Ik denk dat het op een foundation link kan. Heb ik toevallig nog een foundation? Ik heb geen idee. Jazeker, ik heb nog een foundation. Oké, dan denk ik dat het best is om hem dan hier te plaatsen. Ja, dat vind ik wel een mooi plekje. En dan is dit dan een snapping point voor jou, meneer, mevrouw? Ik zie wel, hij zit op. Oh mijn god, oké. Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Kan ik er nu opstaan hier zo? Oh mijn god, wat gebeurt er? Ik heb geen idee. Kan ik springen of iets? Hallo? Wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niks. Ik kan niks. Oh, dat ben ik zelf. Ik heb geen idee wat er gebeurde. Pick up. Ik vind het een beetje eng. Kom maar even terug. Je bent heel duur. Kijk, ik kan hem wel plaatsen, maar dan zit hij erin vast. Zie je dat? Ik weet niet of dat goed is. Weet je wat? Oké, plaats hem nog een keer. En dan gaan we... Ik weet hoe het werkt. Adjust roll. Wat heb jij voor roll? Doe maar plus 1 roll of plus 15. Ik heb geen idee. Oh, waar die heen gaat. Oké, plus 15 is mooi. Oké. Pitch. Wat is pitch? Plus 15. Een beetje die kant op. Min 15. Waar gaat deze nu heen? Dat is wel een prima plekje. Adjust strength. Plus 1. Plus 1. Oké. Doe maar lekker veel strength. Hij kan tot 11. Dat is dus maximale sterkte. 11. En dan hide arrow. En hoe gebruiken we dit ding dan? Ik weet het niet. Namelijk. Ik weet niet hoe die werkt. Ik wil weten hoe die werkt. Jumping on the plate will propel you a great distance. Oké, dus dan moet ik erop jumpen. Zoals dit. Maar dan gebeurt er helemaal niks. Dat is echt helemaal kut. Waarom werkt het niet? Ik vind het wel jammer. Als dit nu niet werkt, dan ben ik wel echt een zielige, maar ook een zielige tijger. Dan heb ik zo mijn best gedaan. Zoveel geïnvesteerd erin. En dan wat krijg ik? Geërde meuk. En mijn water is trouwens kapot. Dat is ook hartstikke fijn. Het is for some reason hier kapot. Ik weet niet wat we gaan. Oké, hij is weer... Jongens, hij is weer gemaakt. Top. Maar ik heb geen idee waarom dat ding niet werkt. Ik wil hem gewoon lekker laten werken, maar hij werkt niet. Kijk, staat niet bij dat het niet gepowered is. Staat helemaal niks bij. Adjust roll. Er is gewoon niks mis mee. We kunnen zelfs een pijltje erbij doen, weet je wel. Een indicatie, maar... It doesn't work, man. Ik vind dit heel eerlijk echt heel raar. Als jullie in de reacties een betere oplossing weten hoe ik dit misschien op kan lossen. Ik hoor het graag. Maar eerst gaan we even 4 behemoth gates maken. En van die gateways graag, dankjewel. Kunnen die in ieder geval gebruiken als stemhokjes voor een megalosaurus. Als we die eventjes tegenkomen. Daar ga ik even naar op zoek. Ja, kon ik hem maar zomaar opzoeken. Dat zou heel fijn zijn. Dat ik gewoon zo kon springen. Zo, wee, prons. Maar dat werkt niet. Iemand heeft zelfs een video erover gemaakt. Over de repulsor plate. Kijk wat hij ermee doet, hoor. Kijk wat hij doet. Hij zit met een giganoto. Zit hij erop. En dan wordt hij gelanceerd. Moet het per se met een dino? Ik weet het niet. Hallo, kan ik op jou rijden? Hallo? Rijd? Oh. Doei, server. De server is uitgevallen. Kut, Rudy! En de server doet het weer. Dankjewel, Rudy! Ook heeft Rudy helemaal niks gedaan. Hij deed het gewoon ineens weer. Maar als Rudy wat had gedaan, dan is Rudy een heel lief jongen. Oké, wat ik dus wilde kijken, was als ik op jou ride, hallo, en dat jij dan op dit ding gaat staan, dat we dan worden gelanceerd. Nee, dat werkt niet. Kracht. Werkt het dan wel met ons grote vriend Jena? Kom op. Werk! Doe het gewoon! Hij doet het niet! Wat een kokding! Best wel jammer eigenlijk. Maar ja, wat kan je eraan doen, hè? Maar ja, ik wil graag de gateways en gate meenemen. Dat zou heel fijn zijn. Jena, we gaan op zoek naar een megalo. Hallo? Dat is niet de bedoeling dat je hierop ging. But very nice. Oh, dan moeten we natuurlijk even nog een lichte bolletje meenemen. Weet je wat? Ik neem Horny wel mee. En we nemen in plaats van Jena nemen we Beast mee. Want Beast is the beast, man. He's a beast. Denk je erom met hem te gaan, aangezien hij ook gewoon alle megalosaurussen die we niet willen dood kan maken. In plaats van dat wij dood worden gemaakt. Ik wil even mijn cashmere shop. Dan hebben we onze full suit. Stel, er zijn van die plantjes die ons willen hallucineren. Then it doesn't work on us. Eerste gespot. Het is wel een female. Maar level 8. Dat willen we niet hebben. Dus dan gaan we hier maar lekker dood. Oh mijn god. Kijk wat hier loopt, jongens. Een level 140 Ronky Drenky. Uitroepteken, vraagteken. Ja, die loopt daar. Dan moet ik daarmee fucken. Nee, maar hij loopt er wel. En we komen er weer een tegen. Oh, dat is echt heel lang tot Krubo het 1 tegenkwam. Maar die is wel level 12. Wel een female.
Maar nog steeds level 12. Ja, die is dood, level 12. Ik zag wel meteen hier nog eentje. Je bent een level 8. Ik dacht deze toch? Ik heb geen idee meer. Maar allemaal zo laag level. Hier zie ik ook eentje lopen. Nee, dat was een Iguanodon. Level 36. Geen Megalosaurus. Nieuwe slachtoffer. Een mannetje 68. Ik weet niet. Als dit misschien een vrouwtje was, had ik er misschien al genoegen meegenomen. Aangezien ze nu best wel zeldzaam zijn. Maar ja. En zoals ik al zei, het is een mannetje. En een rol erop wat blauwe crystals. Die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Dankjewel. Kom nou nog wat blauwe crystals tekort. En het is een level 20 female. Gadverdamme. En een nieuwe. Een male 20. Een level 16. En een level 44 female. Ik ben nu aan het twijfelen om die te nemen hoor. Maar de enige reden waarom ik die nu wil, is omdat ik voor de rest echt gewoon bijna geen Megalosaurus tegenkom. 44 vind ik toch even een tikkeltje te laag. Echt waar hoor. Het is gewoon meer dan de helft van welke ik origineel heb getemd. Dus daar heb ik echt even geen zin in. Kijk wat ik hier vind. Normale crystals. Wow. En hey, die spores, die zijn niet chill. Want die wil me laten freezen en ik hou daar niet van. En ik zie daar een level 16. Het ziet hier purple uit. I like purple. En een level 16. Nieuwe slachtoffer. Level 6. Echte levels zijn zo ruk. Welk level ben jij? Level 8. Jezus. Wat zijn die levels ruk? Never for real. Ik kom echt. Ik ben een hoog level tegengekomen. Dat ik echt. Had ik al twijfels mee om te gaan temmen. Gadverdamme. Helemaal kut. En ik ben zelfs level up. Oh. Zo chill dit. Zo chill. In weight. Dat ik extra veel mee kan nemen. En jij bent level 40. Oh mijn god. Ik was al aan het twijfelen met 40 of ik hem dan zou willen temmen. Maar het is een mannetje, dus ik hoef niet eens te twijfelen. Maar je weet wat de mama zegt van Milan. Bij twijfelen nooit doen. Maar ik ben zo ver zelfs gelopen dat hier zelfs een rode gym is. Dank je wel. 10 rode gyms. Heel very, very, very nice. Thank you. Morad, ik waardeer jou. Dank je wel daarvoor. Nee, ik heb geen idee waar we heen lopen, maar dit ziet er allemaal heel mooi uit. Maar weet je wat heel mooi zou zijn? Een Megalosaurus. Weet je wat ook mooi zou zijn? Als het vrouwelijk is. En wat nog meer link hebben, nog meer eisen. Nou, 90 plus zou toch wel even wel een standaardje zijn. Ja. Oké, we hebben er eentje gevonden. Welk level ben jij? Level. Oh, als deze 76. Ik zweer het, als deze vrouw was. Had ik deze getemd. Maar ja, dit is een mannetje. Zo zonde. En hij is dood. Ik zag er trouwens net hier ook eentje nog lopen. Level 8. Oh, dan krijg je dat weer. Oké, ik ben gewoon eventjes helemaal weer teruggelopen. Want ik ben echt gewoon bijna niks meer tegengekomen. Wat een beetje te melden was. Ik kom alleen maar level 4 tegen. Level 8, level 12. Het is helemaal druk. Alsjeblieft, stel je goed level bent. Zeg je 16. Dan bedoel ik 16. Maar ik heb nog wel één plekje waar het misschien wel wat qua hogere levels zijn. En dat plekje wordt altijd, zeg maar, een cluster. Wordt altijd gespand van 3 tot 4 Megalosaurus. En ik hoop dat daar één goede tussen zit. En dat is hier ergens onder. Ja, hier was het. Moet ik hier zo zijn? En hier naar links. En als het goed is altijd wel hier. En voor mij zie ik eentje. Ik zie er eentje. Welk level is dat eentje? Dat is een level 8. Frickity froggy frog. Oh, er is nog eentje hier. Wat is dat? Er is een. Oh mijn god, dat is een female. Maar die is 68. Oh, kak. He wants my body. Oké, dan moeten we maar deze gaan temmen, denk ik. Maar kak. Hoe ga ik hier weg? Ga ze. Blijf hem op. Alsjeblieft. Graag. Dankjewel. Kan ik hier ontsnappen? Kan ik uit ontsnappen? Kak, sorry. Ik zit vast. Ik zit vast. Are you kidding me? Nee. Ik moet hem killen omdat ik vast zit. Als ik er nu af ga, ga ik dood. Kakzooi. Oh mijn god. Het enige potentiële level dat een beetje chill was. Wat een rukbeest is allemaal, jongen. Oh, you freaking kidding me, jongen. Zat ik vast. Ik wilde, zeg maar, een jukebeweging gaan maken. Werkt natuurlijk niet. Wat is dit? Oh mijn god, dat is 100 plus. Oké. Ik ben meteen niet meer zo verdrietig namelijk. Want redenen. Ik ga even wat mooie gatesje plaatsen. Dan plaatsen we deze hier. En dan plaatsen we nog even twee. Even mooi. Kijk, is perfect. En dan allemaal even mooie gateways erin. En de laatste. Perfect. Oh, ze gaan allemaal gelijk open. Dat haat ik. Oké, allemaal auto close only. En deze zetten we alleen even op manual. Cool, dan kunnen we hier naar binnen lokken, toch? Is die nog? Nee, zeg niet dat hij weg is. Waar de hel is die? Oh mijn god, ik zie ook een basilisk. Oh, dat is niet chill. Oké, de basilisk is daar. Hij is nog. Cool. Oké, we moeten even met 5. En even met onze crossbow. Can we get a number 9? Number 15. Kom op, raak hem. Raak hem snoet uit. Raak hem op ze. Of wat heb ik aangevallen? Neem dus ze. Waar komt die nou weer vandaan? Even kijken. Emote light. Hij was daar blijkbaar uit te gaan. Dat is niet chill. Oké, laten we eerst met die even dealen voordat we verder gaan. Dankjewel voor doodgaan. Oh, hij is echt heel ver gegaan. Ik hoop dat ik hem nog kan.
raken vanaf hier. Ik snap die drop van die crossbow nog steeds niet hoor. Maar ik wil zeg maar die basilisk niet bij me hebben. Dat vind ik een beetje nare. Okay, deze moet wel even. Dus eerst even dood. Deze mannen. Oké, okay, en als er één ravager naar me toe gaat, gaan de andere ravagers als het goed is ook mee. Dat zijn... Oh ja, dat is wel waar. Dat is wel waar, denk ik, goed bezig. Okay, die basilisk kan ik best wel prima killen. Alleen als die Megalosaurus dan ook om me geagroot is, dan ben ik bang dat ik hem ook per ongeluk damage. Daar heb ik dus geen zin in. Come on. Oh, ik heb hem geraakt. Zie je me? Hier ziet me, jochie. Oh, ik bedoel meisje. Je bent een meisje. Ik hou van... Weet je wat ik heb gezegd? Dat ik ooit van meisjes hield? Nou, ik hou echt super van meisjes. Dit ding is trouwens heel lelijk in elkaar gezet. Hij is me nu alweer vergeten. Are you kidding me? Hier, komen met je dikke reet. Dankjewel. Kom eventjes hier. Kom even hier. Ladi. Hallo, ladi. Oké, oh kak, ik zit weer vast, hè. Nee, oké, hoe ga ik dit trouwens doen? Ik heb trouwens helemaal niet afgesproken hoe ik dit ga doen. En, oh, kak. Ik weet het eigenlijk niet. Je doet trouwens heel veel damage op mij. Dicht, alsjeblieft. Zit je er vast? Ik hoop dat je er vast zit. Je zit niet in vast. Kak, dan moet ik even iets anders op gaan lossen. Waarom komen de nameless naar me toe, terwijl ik een light bulb heb? Hallo? Eentje is er terug in gegaan. Maar, ga eens even dood, alsjeblieft. Ik heb een light bulb, dank je. Even kijken hoor. Voor mij is hij nu dat ding ook aan het aanvallen. Dat komt mooi uit. Ga ik eventjes mijn prachtige, mooie shinehorn hierboven opdroppen. Oké, jij blijft daar. Dan ga ik jou eventjes ophalen, want ik wil jou natuurlijk niet dood hebben. Kan dat? Alsjeblieft, dankjewel. Pick up. Top. Dan gaan we hier eventjes omhoog. En dan gaan we kijken of we hem open kunnen doen. En naar binnen kunnen lokken. En dan weer dicht kunnen doen. Dat ze heel chill zijn. Oké. Ik heb je op de schouder. Als goed zit de man hier ergens. Hallo, manmentairders. Zit jij hier? Je zit hier. Oké, top. Je zit hier een beetje te kutten. Ik hou helemaal niet van kutten. Ik ben een... wat zeg ik allemaal? Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Oké. Even naar beneden gaan. Zetten we even op auto close only. Dat lijkt me heel, heel slim. Automatic. En dan auto close only. Oké, dat staat hij. Oh, kak. Oké, open. Open. En ik hoop dat hij er doorheen komt. Komt hij doorheen nu? Nee, alleen nemen ze. Kak. Hier is nog niet goed over nagedacht. Kan ik jou hier opdroppen? Perfect. Oké, nice. Oké, dan kan ik jou eventjes op mijn schouder nemen weer. Pick up, nice. Oké, dan hebben we geen last van namelessen. Hij is hier wel. Oké, ik kan het doen. Het is best wel mogelijk. Hey, jongens. Jongens, brand allemaal. We hebben geen zin in podcast. Flikker toch op, man. Flikker op. Je mag niet hier zijn, want je staat allemaal in brand. Jij ook. Even in brand. Even gaan graven. Oké, ook als laatste. Even graven. Dankjewel. Oké. Kom maar hier, schatje. Schatje. Kom hier. Kom maar hier, schatje. Kom maar naar binnen. Komt hij naar binnen? Ik weet niet of hij naar binnen komt. Komt hij naar binnen? Hij rent weg. Waarom rent hij weg? Komt hij nou weer? Hij komt voor mij weer. Of hij komt niet. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is helemaal gek geworden, de beestje. Je weer een nameless. Gadverdamme. Ik heb een mooi... Oh mijn god, dit staat nergens op. Ik heb zo'n hele mooie shinehorn helemaal voor niks gekocht. Omdat al die nameless toch komen. Can you not, man? Can you freaking not? Dankjewel. Hey, schatje patati. Kan je komen, pomen? Ik heb je geraakt. Kom hier. Komt hij nou? Oh god, hij komt. Oh god, hij komt zo snel als hij kan. Daar komt Jimmy aan. Ik ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Kak, I fucked up. Ik zag het aankomen. Dit is niet chill. Oké, ik kan hier zelf, eigenlijk best wel makkelijk omheen. Nee. Oh, dat gaat niet. Kak, oh, auto open. Oké, ook niks aan de hand. Voor nu. Oké, nu zit hij daar. Kak. Oké, over ons gesproken, hè. Ik vind jou een hele lieve jongen. Ga dood, man. Oh, ik zag je spugen. En toen dacht ik aan onze liefde. Liefde. Klote beest dit. Waar is die Megalosaurus? Voor mij is die daar zo ergens. Oké, deze switch to manual. En dicht alsjeblieft. Okay, we gaan het proberen. En openmaken. Go. Vlucht. Even kijken wat er gebeurt. Ik heb geen idee. Ik kan niet kijken. Oké, en dan de boven zijn. Top. Hij is zo... Wat? Oh mijn god, hij staat automatisch dicht natuurlijk. Wat een rotbeest zeggen we dan. Ho. Voor mij wilt hij me aanvallen. Ik heb geen idee wat hij wilt. Je kan hier trouwens makkelijk uit als ik... Oh god, dit ding is echt zo slecht gemaakt. Over slecht gemaaktheid. Ik zei het je. Ik zit vast, hè? Ja, ik zit vast. Oh, mij is toegesproken. Maar ik kan escapen, denk ik? Nee, ik zit vast. Dit is een mooie stok. Ik heb geen idee waar ik zit. Hallo mensen. Kan ik even escapen? Dankjewel. Oh. Ik kan niet klagen. Ik ben ontsnapt uit zijn mondje. Ik heb geen idee hoe, maar ik ben ontsnapt. Oké.
rustig aan. Nou, hij is niet perfect gemaakt, maar als hij niet weet dat daar de uitgang weer is, terwijl dat net de ingang was, vind ik het helemaal best. Hij mag niet daar gaan ontsnappen. Oké, het is prima. Het is prima. Je zit vast, knulletje. Oh, pew. Dat is echt een missen pew. Oké, en go. Nice. Very nice. We finally got him. En dan hoop ik dat hij niet gaat ontsnappen. Oh, wat was dit een drama om dit ding überhaupt te vinden. En het was nog meer een drama om erin te krijgen. De allereerste keer dat ik een Megalosaurus tegenkwam, geen enkel probleem. Was hij makkelijk erin. Maar nu, deze keer, oh, vreselijk. Dit is trouwens eigenlijk mijn derde Megalosaurus. Eentje is natuurlijk dood gegaan. En dit is eigenlijk mijn originele twee. Waarom schiet ik alles in de stomme poort? Ga ik liever hier staan. Oh, ja. Nog steeds in de poort. Top. Ga dan niet hier staan. Ga toch weg. Oh, ik heb een... Mijn pijltje komt hier en ik raak hem. Ik heb geen... Hoe werkt Ark, jongens? Hoe werkt Ark? Kan iemand me uitleggen? Dankjewel. Als we kijken hoe ver we al zijn. We zitten op... Oh, nog niet eens ver, man. We zitten op 1300 van de 6000. Ik wil even eens kijken hoe ver we zijn, hoor. We zijn op 2100. We zijn bijna op de helft. Eigenlijk zijn we letterlijk op 1/3, maar dat is bijna op de helft. En hij zit eindelijk een keertje vast. Oh, hij was zo vaak aan het lopen. Nu kunnen we gewoon pompen met die pijltjes. Pompen, zeg ik je. Eindelijk. Hoe vind je ervan hoe je nieuwe vrouw eruit ziet? Ik heb geen idee, beast, maar dat maakt me ook vrij weinig uit. Nee, ga niet spelen. Hij gaat aanvallen. Very nice. Dat is nog beter. Dan ben je nog meer geagrood en blijf je nog meer zitten. Kijk, hoe ver je al bent op een moment. Je bent al, oh mijn god, op 2/3. Echt waar. Ik heb 1/3 gewoon eventjes hier gedaan. En echt onder een minuut. En die andere 5 minuten ben ik echt, of 10 minuten ben ik gewoon bezig geweest. Als hij dit is tegen te doen, dan lukt het me gewoon niet om alles te raken. Het is echt vreselijk. Nou, ik kan in ieder geval jullie beloven dat ik nu niet meer naar de rode zon ga. De aflevering is eigenlijk al veel te lang, heb ik een gevoel. Maar ik ga jullie wel natuurlijk vertellen wat mijn plannetje is. Een van mijn plannen was dus met een Megalosaurus erheen gaan. Daarom wilde ik eigenlijk ook 2 hebben, zodat ik baby's kon maken, zodat ik altijd eentje dood kon laten gaan. Stel, het gaat fout. Want ik wil namelijk met een Megalosaurus wilde ik daarheen gaan, alle rockdrakes doodmaken op het moment dat ik een eitje had gepakt. Dus moet je nagaan, er komen tientallen rockdrakes naar me toe, terwijl ik een eitje in mijn inventory heb en een Megalosaurus, moeten ze dus allemaal dood zien te bijten. En ik weet niet of dat lukt, maar ik ben heel erg benieuwd. Je zit trouwens daar. Daar zit je trouwens mooi vast. Blijf lekker zitten. Dat was een van mijn tactieken. Mijn andere tactiek is om misschien dan een zipline te maken van de een naar de andere kant en dan met een Ravager zo snel mogelijk te vluchten. Ik weet niet of dat werkt, want ik weet dat rockdrakes sneller zijn dan Ravagers. En ik weet niet of ik dat überhaupt ga overleven. Dus dat is mijn plannetje die het minste... Oh, hij is trouwens knock-out. Dat is chill. Dat is in ieder geval een van mijn plannetjes dat ik het minst trots op ben. Maar dan zou deze zeg maar het chillst zijn. Maar toen kwam ik erachter op mijn derde plan. Waar is trouwens mijn... Oh, ik heb het natuurlijk niet meegenomen. Mijn mutten. Kaksoi. Beast, kom jij eens even naar beneden. Dankjewel, knul. Kom eens even hier. Heb jij toevallig nog mutten gebeten vanavond? Nee, dat heb jij niet. Dan moeten we dat even snel op gaan halen. Maar mijn derde plannetje die ik had, die is wel heel erg interessant. Want we hebben namelijk ook een aantal afleveringen geleden. Voor mij vorige aflevering. Nee. 2 afleveringen geleden hebben wij ook een primeurtje getemd. Genaamd. De aap. De giga. En het leuke aan die giga is dat hij jou op kan pakken. En die kan jou een soort van lanceren. En ga eens weg, Raptors. Ik ben hier een verhaaltje aan het vertellen. Dus wat ik aan het bedenken was, wat als ik een zipline doe en dan... Oh, trouwens ligt hier gewoon een ovens. Die wil ik dan niet verdiepen. Ik kan dan in plaats naar huis toe te gaan. Oversje, liefje. Hier komen, liefje. Liefje, dankjewel voor je mutten, liefje. Godverdomme. Ik word hier... ik word hier gereept. Hashtag me too. Hashtag me too. Dankjewel. Maar ja, wat ik dus bedoelde is dat uiteindelijk als ik met hem dan met een zipline ga, in plaats van met een Ravager. Kan ook natuurlijk met een Ravager, maar het is misschien makkelijk omdat hij ook gewoon op een zipline kan. Dan met hem naar de overkant te gaan en dan kan ik een rockdrake eitje pakken. En als ik die heb, dan ga ik op hem zitten, op die giga. En dan gooit hij mij omhoog. Dus dan heb ik gewoon een hoge start. En dan kan ik weg ziplinen. Ik vind dat wel eigenlijk de meeste badass manier om eraan te ontsnappen. En ik ben denk ik ook van plan om dat als eerste te proberen. En als dat niet lukt, ga ik over naar de Megalosaurus manier. En als dat niet lukt, ga ik de Ravager manier proberen. Omdat dat gewoon de vetste manieren zijn, denk ik. Gewoon met je aap gewoon daarin te gaan. Pakt een eitje, je gaat weer op je aap, je laat jezelf gooien, je laat je aap sacrificen. We hebben toch niet zo'n goed level aapje. En dan ga je gewoon wegglijden. Ik denk dat het wel echt een van de vetste manieren is hoe je een eitje kan gaan stelen. Ik hoop ook dat jullie daar zo over denken. Maar laat me anders maar eventjes weten in de reactie wat jij vindt om het beste maniertje is om een rockdrik eitje te stelen. Misschien hebben jullie wel een beter idee, misschien hebben jullie wel een vettere manier. I wanna know. Oké, neem even de zadel mee en de mutten, want dan kan ik hier... Oh, trouwens, ik dacht bij mezelf, hey, ik kan even naar beneden glijden. Dat kan ik ook, want ik heb nog hier een klof bij me. Glijden erop. Dan kunnen we even hier naar beneden glijden. Oei, hartstikke fijn.
En glijden. En en glijden. Helemaal top. Hallo manker. Hier, neem mijn mutten. En je hebt al een hapje genomen. Dat is al... Wow, daar moet ik... Oké, 4 hapjes in totaal nemen. Dan ga ik je eventjes beschermen door deze nare beesten. Oh mijn god, raak er alsjeblieft helemaal niet aan, man. Dankjewel. Jesus Christ. Oké, dat is ook weer gebeurd. Hallo makker, je bent op 60%. Je hebt wel 2 hapjes genomen. Wat ben je toch een grote jongen. Oh nee, grapje. Je bent een meisje. Je bent een heel mooi meisje. Oké, nog 2 hapjes. Komt helemaal goed. En dan ga ik als eerste test voor hem. Of, sorry, voor haar. Ga ik deze mooie basilisk doodmaken. Het is trouwens maar level 12. Gaat gedaan. Maar je kan, weet je wat leuk is aan de basilisk? Je kan gewoon niks voor de rest zien aan hem. Alleen dat het de basilisk is, omdat hij zo in de grond is. Kan ik trouwens door de grond heen kijken en hem zo zien? Oh mijn god. Is dat de basilisk dat? Rare uitsteeksel? Nee, dat is helemaal niet. Hij is er gewoon niet. Hij is gewoon niks. Oké, wat jij wil. Hij ziet trouwens dat jij al bijna op bent. Oh, nog 20 seconden. Ik moet even een charge dingetje vinden. Kijk, hoe ver ben jij al? Oh, kak, ik heb nog 1 hapje. Dat is niet chill, Ik zie daar een lightbug, hoop ik. Zie ik daar een lightbug? Ik zie daar een lightbug. Zie ik hier ook een lightbug, omdat hij hier dicht vandaan komt? Nee. Kakzooi, lightbugs, hier komen. Godverdomme. Hallo. Man. Oh, jij bent naar. Jij bent die nare mannen. Kom hier, kom hier. Hallo, lightbugs. Ik heb jullie nodig. Nou, laten we deze doen, want die laag zit. Kom hier. Dan nemen we deze wel. Come on. Turn the radio on. It's Friday night and we'll get long. Dankjewel, jongens. Later. Dat is wel een aandeel aan zo'n taming ding, zeg maar. Dat er zeg maar best wel wat afstand tussen bepaalde dingen zitten. Je hebt trouwens... Oh, je hebt nog 1 hapje. Dat ik hier bijvoorbeeld het echt gewoon compleet verkeerd heb ingeschat. Maar daardoor kon hij wel naar binnen. Dat was echt super relaxed. Maar hij was in ieder geval wel te dom om weer naar buiten te gaan. Hij is heel vaak er wel hierheen gelopen. Maar dan botste denk ik zeker hier tegenaan. Dan ging hij niet meer verder. Maakt me niet uit. Maar ze hebben dit hoogteverschil. Best wel vervelend, aangezien we... Oh, waarom zijn hier... Nee. Oh mijn god. Ja. Kom maar hoor. Willen jullie vechten, knullywillies? Dan gaan jullie maar vechten met mij, hè? Kom dan, hè? Nam. Niemand fuckt met mij. Nieuwe aanwinst. Gadverdamme. En nou opgeflikkerd. Oké. Demo gun. Gebruiken. Alles lekker oppakken. En oppakken. Yes. En dan gebruiken we deze ook even. En dan deze ook. Hoppakee, lekker. Ik heb trouwens allemaal op jou niet eens gloed. Hier komen basilisk. Zal ik jou eens even lekker in je reet pakken? Nou, laten we dat maar niet doen. Want het is een beetje... A summoner has been summoned. Hoppakee. Basilisk versus Megatherium. Wie zou er winnen? 250 damage of 28 damage om de zoveel tijd? Oeh, 46 damage. Jij durft wel hoor. Jij durft wel. Maar weet je wat je ook durft? Dood te gaan. Dankjewel voor jouw doodgaan. Hoeveel levels ben je trouwens al mogen gaan? 3 levels. Very nice. En ik heb een basis skill. Yes, die had ik wel nodig. Ik weet niet voor wat, maar ik wil ze gewoon allemaal hebben. Ik heb ook over de rokdreekveren, maar ja, die verzamel ik ook allemaal niet meer. En dan hebben we, jongens, 2 Megalosaurus. Yes. En we kunnen ze lekker laten paren. Eitjes krijgen. En dan kunnen we even wat Revengers ook weggooien, want anders hebben we echt te veel dino's in ons huis. En we natuurlijk ook nog een extra zadeltje maken. Hallo, beast. How you doing, my boy? Dat is wel echt mijn boy, want ja, je bent een mannetje. Top. Prima. Ik ga naar huis lopen met de Megatherium. Die staat trouwens ook nog een strand, waar ik helemaal niet doorga. We gaan over de brug, alsof het een verliefd stelletje is die over de brug gaat. Helemaal geweldig. Oh, en er zijn... Het is allemaal Rudy's schuld, jongens. Dit is Rudy's schuld dat hij vast zit. Arm wijfje toch. Eerst wat tegenkomt is Rudy zijn stommigheid. Kut, Rudy. Niemand mag jou, Rudy. Maar goed, we laten het in ieder geval hierbij. Het paren doen we ook wel volgende aflevering. De voorbereidingen om een eigen steden doen we ook volgende afleveringen. Misschien kunnen we die afleveringen daarop misschien al proberen om eentje te gaan steden. Maar voor nu bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende Ark Aberration aflevering. En ik zeg namens mij een beast en de nieuwe een beastin. Later.